En we zijn vertrokken voor een wedstrijd waarvan Peter Maas zegt dat Lokeren alles te verliezen heeft. Daar gaat Van Aken al. En hij kraakt zijn schot. Dat was al een eerste doelpoging na amper 6 seconden. De Postolek. Matthijs draait goed weg van Persoons en van Remakle. Souma. Maar Koppa is sneller op de bal. Dat is al de reactie van Berg. Kort van Souma, dacht ik. Maar ze houden de bal wel in de eigen rangen. Mununga. Matthijs vraagt aan de tweede paal, maar het gaat naar Richard Souma. Dan toch de voorzet. Maar die is heel erg slordig. Eindelijk komen er wat openingen, maar Bergje doet daar te weinig mee. Remakle, bal kwijt aan Matthijs. Geen overtreding. Tim Matthijs kapt over Merren uit. Nog een kap. Tim Matthijs! Wat een actie. Maar hij stuit op Koppa. Nog niet gedaan. Le Postolek en daar is de goal. Twee doelpogingen van Bergen in 20 seconden en de tweede gaat binnen. Er was nauwelijks wat gebeurd sinds de openingsminuut, maar nu plots een doelpunt. Bergen maakt er een match van. Odoi kan wat meters maken. Harbaoui, hier is De Pauw, geen buitenspel. Nog Niel De Pauw en overname van Hans van Aken. Tweede kans voor Lokeren, 31 minuten ver. Lokeren kan Bergen niet echt naar de keel grijpen. Remakle brengt hem tot bij Taravel. En dit is de eerste echte bal tussen de palen van Wege Sporting Lokeren. De vrije trap is al genomen. Tim Matthijs gaat het nog eens proberen. En Koppa klem vast deze keer. Zo komt er geen vervolg. Ook Koppa is boos. Als een ploegmaat zijn toch vrij lusteloos vanavond. Dit is opvallend. De spelers die voor het begin van de tweede helft nog even samenkruipen. Koppa zet de spelers nog even op scherp. Opvallend beeld voor het begin van de tweede helft. Wie brengt wat leven in de brouwerij bij Sporting Lokeren? Wat animo en ook wat inspiratie. Scholz dan maar met de lange bal. Montaigne en hier is Harbaoui. Remakle toch maar de doellijn opzoeken. Niet voorbij Souma, maar Galicios helemaal vrij. Daar is een voorzet, daar is Persoons en Sossé. Schitterende voetreflex. Daar is Lokeren. Vijfde minuut, tweede helft. Persoons helemaal vrij. Het is De Pauw die de gelijkmaker voorkomt, niet Sossé. Doranzi verslikt zich. Remakle kan meteen diep richting Harbaoui. Net van Gijsegem, goed breed gelegd. De Pauw, dit moet de gelijkmaker zijn. Nee, Harbaoui ook niet. Sossé moest nu wel aan het werk. Maar Lokeren dringt echt wel aan. Scholz. Diandi. Daar is Richard Souma. Ook in ook met Koppa. Maar hij raakt er niet voorbij. Maar bij 2-0 wordt het wel heel erg moeilijk voor Sporting Lokeren. Plots valt er een kans uit de lucht voor Richard Souma. Twee wissels in één keer. Bij Bergen komt Brice Ntamwe erin voor Jarjou. Heel opvallend. Peter Maas haalt Harbaoui na 64 minuten naar de kant. Die gunt zijn trainer zelfs geen blik. En trekt meteen naar de kleedkamer. Zijn vervanger is Junior Dutra. 21 minuten nog. Bergen verdedigt met man en macht. Maar voelt dat er wel wat in zit vanavond. Daar is Laurenzi. Die had de match kunnen beslissen. Wat een kans voor Grégory Laurenzi. Vrije kopkans. Helemaal uit het oog verloren. Die bal moet altijd tussen de palen.
Het thuispubliek voelt dat de zege er echt wel in zit vanavond. Minuut 92. Lokeren gaat alles of niks spelen. Iedereen naar voren. Bergen massaal terug. Doetra viseerde de verste paal. Dit wordt de allerlaatste bal van de wedstrijd op het einde van de 94ste minuut. Patosi. Doetra. Nee. Weer kopt hij naast. Nerveus tot de laatste seconde. Maar het is zover. Op speeldag 17 pakt Bergen zijn eerste drie punten. Peter Maas en Lokeren druipen af. Ze hebben de kansen gehad om hier wat te rapen. Maar ze waren niet efficiënt. En vooral, Lokeren was niet goed vanavond. Het is feest in Charlotte-Andrault. Eindelijk drie punten.